Welkom terug bij Goedele Nu over het heel controversiële thema pesten op het werk. De SPA gaat daar iets aan doen. Uw applaus dus voor de leading lady van de SPA, Caroline Genet. Welkom, Caroline. Welkom. Goedenavond. Caroline, eerst en vooral, voor we beginnen, er zijn de afgelopen maanden toch wel heel erg beledigende dingen over u gezegd geweest. Toch, hè? Van de zogenaamde komieken hebben toch allemaal lelijke dingen over u zitten vertellen. Toch, hè? Die hebben gemene dingen gezegd. Flauwe moppen, stomme dingen. En er is zelfs zo een televisieprogramma dat u nadoet. Ja. Maar daar gaan we het vanavond dus niet meer over hebben, want ik vind dat hoe meer aandacht dat het dus geeft aan die verwijten, hoe grapper dat dat dan... Sorry, maar ik kan even niet goed volgen. Wat is er eigenlijk gezegd geweest? Ja, maar nee, maar ik wil daar geen woorden niet meer aan vuil maken. Oké. Ja, maar de Geert Hosten bijvoorbeeld. Hè. Wat heeft hij gedaan? Die heeft ons Caroline haar neus... Caroline, haar neus vergeleken met... Ja, maar nee, zeg het zelf maar, Caroline. Met een vuvuzela. Voilà. Een vuvuzela? Is dat een land uit Zuid-Amerika? Maar het is Venezuela kalf. Nee. Ah, een vuvuzela. Vuvuzela. Wat is dat eigenlijk? Ik heb daar toevallig een foto van. Ah, dat is een voetbaltoter. Ik vind dat eigenlijk wel goed gevonden als je dat zo ziet. Vindt Geert Hosten eigenlijk wel een krak? Allee, oh, ach, je moet er toch op komen. Nee, genoeg. Stop niets meer over die kwetsende opmerkingen. En okay. Terug naar het thema, hè, Caroline. Oké. Want wat gebeurt er met u als je zoiets hoort van Geert Hosten? Kom maar, je mag het allemaal vertellen. Voor mij is dat niet kwetsend. Het is... Maar humor, Geert Hosten kan en mag dat doen. Ja, ja, maar de Geert Hosten was niet alleen. Hè. Er was ook nog de Gunther Lamoot. Die heeft u toch serieus te kakken gezet, vind ik. Wat heeft Gunthertje Lamoot juist nee, gezegd? Sorry, nee. Ik vind het gewoon te grof om het te herhalen. Oké. Maar ik heb toevallig wel het beeldfragment. Ah? Ja, maar dat gaan we nu niet bekijken. Oké. Want dat is voor na de broodnodige boodschappen.